Piet Piraat, Piet Piraat, Piet Piraat, raad, raad. Oh mijn god. Tuur, moet je misschien vertellen wat er aan de hand is, precies? Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag en het is 7:30 op dit moment. We zijn al sinds, wat was het? 6:15 wakker. Filippa was wakker en ik voelde me niet zo lekker. Ik had last van keelpijn. En Tuur, die heeft heel veel last van zijn oog. Want Filippa die heeft donderdag met haar vinger in zijn oog geprikt. En ik deed er eerst nogal lacherig over. Omdat ik dacht dat het niet zo serieus was. Maar het wordt nu steeds erger. Dus hij gaat straks even naar de huisartsenpost. En ja... Ik ga alvast mijn vlog editen, want straks is Tuur weg. En dan weet ik niet hoe lang die weg blijft. Want dan moet eerst naar de huisartsenpost. En er is dan een kans dat hij naar het oogziekenhuis moet. Ja. Dus geen idee wanneer ik anders de tijd heb om een vlog te editen. Dus dat ga ik nu doen. Ondertussen is het ook weer tijd voor mijn coronatest. Ik vind het fijn om dat gewoon af en toe eventjes te doen. Moeten we ook eigenlijk officieel doen. En Foen komt vanmiddag. Dus ja, dan ben je mensen, ik ook niet besmetten. Maar volgens mij gaat het goed. We moeten nu 15 minuten wachten. Terwijl Tuur naar de huisartsenpost is, zijn Filippa en ik lekker aan het wandelen. En hebben we brood gehaald bij de bakker, bij de Franse bakker. Nu gaan we kruidnootjes halen bij de andere bakker. Hé Pip! Want het is het laatste weekend dat we kruidnootjes kunnen inslaan. En wat moet mama zonder kruidnootjes? Ik eet dus sinds 6 september. Iedere dag wel kruidnootjes. Ik moet zeggen dat het wel een soort van, dat ik denk, dat ik straks geen kruidnootjes meer heb. Wat moet ik dan eten? Gezonde dingen wellicht, maar ja. Ik hou van kruidnootjes. Ik vind het zo lekker om in het weekend 's ochtends vroeg te wandelen. Zo rustig overal. Oh, daar is een kerstbomenstal. Ik wil ook nog een kerstboom. Maar ik weet niet precies wat. Ben je nog lekker wakker, Filippa? Ben je nog wakker? Ja, hè? Nou, we zijn weer thuis. Tuur en ik hebben hier flink huis gehouden, als in opgeruimd. Want Fon en haar man Stefan komen zo langs op kraambezoek voor Filippa. En de enige keren dat wij echt goed opruimen, dat is wanneer er bezoek komt. Voor Filippa? Kraambezoek voor Filippa? Oh, ik dacht dat ze voor ons kwamen, voor mij. Piet Piraat, Piet Piraat, Piet Piraat, raad, raad. Oh, prima. Zal ik jou neerleggen? Het is de bedoeling dat je hem uitbakt, Pip. Dat je het niet in je mond doet. Soms is het papier belangrijker. Ja, ja, ja. Het is wel echt extreem opgegroeid. Oké, dat geeft niet. Daar ook van. Zo, dat was gezellig. Nu is het tijd voor stokbrood. En Pippa. En Piet Piraat. Doe maar, ze eruit. Laat je mooie slofvis zien. Oh, heb je die van tante Von gekregen? Mag jij een stukje... Mag jij een stukje stokbrood? Wil je ook koffie? Nee, dank je. Yummy, yummy, yummy. Ik heb met Black Friday iets gekocht waar ik al een tijdje naar had zitten kijken. Tanravel. Dat is een apparaatje waar je zelf tan in doet. En dan kun je je gezicht, of eigenlijk heel je lichaam zelfs, fake tan geven. Ja, ik heb nog nooit mijn gezicht zelf tan gebruikt. Ik ben altijd als de dood dat ik er acne van krijg. En daar ben ik nu stiekem nog wel een klein beetje. Maar ik wil dat gewoon een keer proberen. Stap 1 en stap 2 heb ik voor de helft gedaan. Stap 1 heb ik gedaan. Stap 2 is dit ding opladen, dat heb ik ook gedaan.
Nu moet ik dat ding gaan vullen. Ik zeg dat hij helemaal vol moet, maar dat vind ik een beetje onzin, want ik ga niet zo heel veel gebruiken. Ik kan alleen mijn gezicht doen namelijk. Dus ik ga nu al iets doen wat niet in de gebruiksaanwijzing stond. Oké, ik heb er maar meteen zo'n sexy haarband bij gekocht. Dat hebben al die influencers immers ook. Ik moet zeggen dat ik het best spannend vind, want 1. Hoe reageert mijn huid erop? En 2. Kan ik dit netjes aanbrengen of zie ik er straks uit als een Oompa Loompa? Voor de komende 5 dagen. Daar heb ik natuurlijk ook geen zin. Oké, ik ga even naar de badkamer om dit te proberen. Oh mijn god. Oh mijn god, ik was ineens fijn. Ik heb hem volgens mij veel te dicht opgehouden. Oh mijn god. Ik schrok mezelf echt dood toen ik mezelf in de spiegel zag. Dit was niet hoe ik het mezelf had ingebedacht. Oh mijn god. Ik weet niet of ik het nog een keer durf. Ver van mezelf vandaan. Fingers crossed dat dit goed komt. Oké, het is inmiddels een kwartier geleden dat ik de zelfbruiner op heb gedaan. Ik heb hem dus op mijn gezicht gedaan en ik heb hem op mijn borst gedaan. Ik vind het beste denk ik hier aan zien, omdat het daadwerkelijk wat kleur heeft afgegeven. Misschien dat ik mijn armen ook mee moet nemen, want dan zie je nu wel een beetje een contrast. Maar ja, in de winter heb ik toch eigenlijk nooit een mouwloze top aan, dus dat heb ik niet gedaan. Ik moet zeggen dat ik best wel blij ben met het resultaat nu. Ik ga niet nog een laag doen. Ik heb dus 1 laag opgedaan en die heb ik er heel snel afgehaald. Omdat het echt veel te donker was en ik schrok me kapot. Dus die heb ik heel snel met water eraf gehaald en daarna met een handdoek afgedroogd. Daarna heb ik nog 1 goede laag gedaan. En ze raden aan om 1 tot 3 lagen aan te brengen. Je mag tot 6 lagen aanbrengen, maar als ik 6 lagen aan ga brengen, dan word ik echt... Nee, dat zou echt niet natuurlijk zijn. Ik vind dit voor december echt meer dan genoeg. Oké, het is weer Filippa slapen. Ik ga een krachttraining doen. Ik heb er niet zo heel erg veel zin in, moet ik zeggen. Maar ik weet wel dat het goed voor me is. En dat motiveert genoeg om het toch gewoon te gaan doen vandaag. Taylor Swift. Daar kan ik alles aan. Oké, een update. Ik zie eruit alsof ik 3 weken in Italië ben geweest. Ik weet niet wat ik hiervan vind. Waarvan? Van mijn kleur. Oh, haha. Ik weet niet of ik dat voor december heel natuurlijk vind, zeg maar. Nou, natuurlijk is het sowieso niet. Maar goed, over een paar dagen is er weg en... Maar je hebt nog Italiaanse kleuren, toch? Van september. Oh ja. Anyway. Tuur, moet je misschien vertellen wat er aan de hand is, precies? Och ja. Er zit een krasje op je hoornvlies. Ja. Door Pippa's vingertje. En nu moet dat... Nu kun je een dagje zo lopen. En misschien morgen ook. Ik heb een zalfje. Nee, deze hoeft maar een dag en een nacht erop. Ja, maar als het niet goed was, moest je het toch weer daarna opdoen? Nee, ik moet gewoon morgen nog 3 keer per dag dat zalfje. Ja. Als dat niet goed is, moet ik terugkomen. Ik vind het wel heel jammer dat je niet nog een week met zo'n zwart lapje moet lopen. Ja, want ik had helemaal bedacht, allemaal leuke spelletjes voor tijdens piratengym. Oh ja. Misschien kun je dat alsnog doen. Piratengym. Kun je zo meteen dat zalfje erin doen? Ja hoor. Nu? Ik heb het gevoel dat het wat droger aan het worden is. Nou, geef me de gebruiksaanwijzing maar. Het is even wachten. Pizzatijd. Hey Pip! Wat kijk je weer vrolijk? Hey, wil je ook pizza?
Wil je ook pizza? Doe maar even niet, hè. Doe maar even niet. Eén keer in de maand bestellen wij maar pizza misschien. Misschien wel één keer in de twee maanden. Ja. Meestal sushi. Maar ik had nu zin in pizza. Maar we gaan wel een pizza eten. Ja, dat is waar. Maar ik eet dan meestal pasta. En we kijken naar Formule 1 kwalificatie. Ligt hier al. We kijken de film Noël op Disney Plus. Gaan we lekker slapen, Pip? Gaan we lekker slapen? We gaan lekker slapen. Ik moet nog een klein beetje wennen aan mijn nieuwe huidskleur. Ik weet niet of ik dit nou zo natuurlijk vind voor de maand december. Misschien moet ik er gewoon een beetje aan wennen. Misschien had ik het toch anders moeten doen, maar ja. Yeah. I don't know. Kijk, ik denk dat dit voor de maand juni, juli, augustus hartstikke leuk is. Maar het ziet er nu gewoon een beetje uit alsof ik... Wat vind jij er nou van, Pip? Wat vind jij er nou van? Wat vind jij van mama's huidskleur? Beetje te donker? Anyway. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog.